Vandaag moet ik knoppen zoeken in pretparken, onder waterwerelden, schatkamers en veel meer. Laten we gelijk beginnen. Goed, ik sta hier in een soort ronde kamer. Ik zie dat ik daar mijn level kan selecteren. En ik zie dat ik een zomerstrandlevel heb, een treasure map, een zwembadlevel, volleyballevel, ice cream truck level, een pretpark, een riff, een roadtrip. Dus dat betekent dat we waarschijnlijk op een racebaan gaan. Een lekkere warme zomerdag en de oceaan. Laten we even kijken of we een leuk level kunnen kiezen. Oké, we zijn hier in het level select menu. Ik denk dat ik wil beginnen met die auto. Met het autolevel hier. Oké, roadtrip. Daar zijn we. En de bedoeling is dat ik dus knopjes ga vinden. Kijk, hier hebben we een verkeersbord. Mensen hangen hier aan hun busje. Doe voorzichtig, meneer. Het is niet de bedoeling dat het aan je busje gaat hangen. Waar is die knop? Ik denk dat het ook... Ik weet niet welk level dit is. Er is niet echt een volgorde voor mijn gevoel. Maar ik ga gewoon kijken hoe ver we komen. Kijken of wij mysterieuze knopjes kunnen vinden. Oh, wat is daaronder? Is daaronder iets? Nee, er is niks, hè? Nee, er is helemaal niks. Ik dacht even dat ik hem had gevonden. Knoppie, waar zit je nou? Ik wil alleen maar even op je drukken. Oh, hier misschien. Oh, dit kan nog wel eens wat zijn. Ook niet. Knopjes nergens te vinden. Oh, hier. Kijk, 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 kijk. Een knoppie. Maar ik kan er niet op klikken. Ik gok dat dit dan niet het goede knopje is. Als ik er niet op kan klikken. Dan is het een ander knopje. Kijk, deze... Oh, deze kan ik dan wel weer op... Waarom kan ik er niet op die klikken? Heel vreemd. Laten we eens in de truck hier kijken. Of in de... Wat is het? De caravan? De camper? Hallo jongens, hebben jullie een knop gezien? Oké, de camper is helemaal leeg. Er is helemaal niks hier. Knoppie! Hier zitten allemaal verschillende knopjes, jongens. Maar het is er maar eentje. Het kan er maar één zijn. Die daar. Dit is hem, of niet? Dat was hem! We hebben een Blackstone. Oh, ik snap hem nu, jongens. Dit is Blackstone. Kijk, dan kunnen we nu naar deze kamer. Hoppakee, hier. En dan kunnen we kijken hier. De roadtrip. Hoppakee, plaatsen we erop. En dan hebben we level 8 gehaald. Oké, dus we moeten er nog een aantal halen. Ik wil nu het pretpark doen, jongens. Pretpark. Oh, dit is ook groot. Nee, er is volgens mij een doolhof of niet? Oh, dit is geen doolhof. Even kijken, hoor. Dit zijn niet de goede knoppies. Hij is hier op een hamerdingetje aan het slaan. Waar is het goede knopje? Ik ga je gewoon in de rij voor de attractie. Misschien dat ik hem daar wel vind. Wacht, hier kunnen we er zelfs op. Oh, we kunnen een beetje vals spelen. Misschien is het wel buiten het park zelfs. We kunnen hier onder de attractie. En ik heb zo'n gevoel dat hij hier zit of zo. Niet eens. Hij zit niet eens hier. Hoe kan dat? Is dat de perfecte plek geweest? Oh mijn god, hij zit er wel onder, jongens. Dan zit hij gewoon op het plafond. Oké, deze hebben we ook. Laten we dan heel even kijken. Die hoort hierop. Hoppakee, dan hoeven we er nog maar... Als het goed is, hoeven we er nog maar 8. Oké, laten we nu de oceaan doen. Oh god, we zijn onder water. Kijk, allemaal visjes, jongens. Goed, waar ben je, knopje? Waar zit het knopje verstopt, jongens? Waar, oh waar? Ik kan hier een beetje omhoog klimmen, zoals dit. Daar kan ik... Ja, nee, daar kan ik niet in. Hier, we kunnen parcouren. Laten we eerst de rest maar even zoeken, voordat ik gelijk wil gaan parcouren. Tot zover heb ik helemaal nog niks gevonden, maar wel een trappetje hier via de visjes omhoog. Ik ben allemaal op die visjes aan het parcouren. Hier, kijk, dan kunnen we via dit, kunnen we hierheen. Zo, hoppakee. Ik heb hem, denk ik, Is dit, is hem. Badabim, badaboom, hoppakee. Dan hebben we het oceaanlevel hebben we ook. Laten we nu Hot Summer Day doen. Hot Summer Day, sorry. Summer Day. Yo, deze mensen zijn aan het basketballen. Kijk dit dan. Kijk, ze basket dit. Hij lijkt me dunk aan het doen hier, die pinguïn. Hé, zijn knop, dat is hem niet. Het zijn meestal gewoon knoppen die of zwart zijn of houtkleur. Maar het zullen niet gewoon deze detailknoppen zoals dit zijn. En zeker geen stenen knop hier op de vloer. Ik zie hem al! Oh mijn god, ik ben gewoon rondjes aan het lopen. En ik zie hier in één keer onder de boom zie ik de knop. Kijk, 1, 2, hoppakee. Die was best wel snel. Huh? Maar ik heb geen blok gekregen. Wat is dit nou weer? Ik heb mijn blok niet gekregen. Goed, we hebben hem. Laten we even naar de goede ruimte gaan. Dan gaan we die hier plaatsen. Dan moet ik er nog 6, jongens. En dan hebben we ze gewoon allemaal. Nou, we zijn nog niet eens op de helft. Dus laten we maar in ieder geval even snel doorgaan. Oké, de ice cream truck. Jongens, hebben jullie toevallig een knop gezien? Dat is een mooie kroon op je hoofd. Hebben jullie toevallig een knopje gezien? Ik zoek een knopje waar ik op moet klikken, zodat ik dit level heb gehaald. Maar weten jullie ook waar? In de ice cream truck misschien? Knoppie? Nee, geen knoppie hier te vinden. Misschien in een van de huizen. Wat heb jij? Een rode neus. Oh mijn god. Nee, niet in het huis hier. Oké. Misschien op het huis. Daar kunnen we ook even kijken. Hier bovenop. Bovenop het huis is ook helemaal leeg. Wat hebben we hier dan? Wat hebben we hier dan? Is dat een knoppie? Dat is een knoppie. We hebben hem. De roze ice cream truck. Hoppakee. Oké, laten we nu de reef doen. Dat is waarschijnlijk ook weer een soort van onder water. Een soort riff, zou je zeggen. Waar is dat? Waar is dat level? Ik kan het level niet eens vinden. Moet je nou... Oh, wat is dit hier? Een vraagteken? Maar dat doet niks. Ik kan... De reef kan ik niet eens vinden. Hoe kan dat zo moeilijk zijn? Moet je nagaan de button in dat level als ik het level niet eens kan vinden? Nou, laten we dan maar het zwembad doen hier. We gaan gewoon lekker naar het zwembad. Kijk hem een bommetje doen daar. Wat een bommetje. Dat gaat echt een mega splash worden. Kijk, zelfs zij vinden het bijzonder. Goed, jongens, let niet op mij. Ik kom hier even een knopje zoeken. Meer niet. Meer kom ik niet doen. Misschien hier onder water bij jouw zwemding. Nee, hier onder water. Pas op dat je niet verdrinkt, jongen. Oeh, een geheime kelder. Oh, een geheime kelder onder een zwembad, jongens. Wat is dit? Is dit waar
het water warm wordt gemaakt of zo. Maar er is een schedel hier. Ik weet niet wat voor zwembad dit is, jongens. Maar er zit een soort van geheime moordruimte hieronder. En ik gok dat ik de knop hier ook ga vinden. Wat is dit? Wat is dit voor geheime ruimte helemaal hieronder? Ik wil niet naar dit zwembad, hoor. Zodra ik die knop heb, gaan we hier gelijk weg. Oeh, wat is dit? Oh mijn god, waar zijn we? Waar is de knop? Is hier een knop? Is hier überhaupt een knop? Oh, ik kleed je uit. Dat is niet de bedoeling. Er is hier helemaal geen knop. Jongens, ben ik hier nou helemaal voor niks heen gegaan, deze geheime ruimte? Hele horrorervaring rijken zonder doel. Ja, of hij zit hier verstopt toevallig. Dat kan ook, gewoon nog in deze ruimte. Dat ik hem gewoon gemist heb. Nou, we gaan gelijk weer naar boven. Laten we even een hoger uitzicht hierboven pakken. Hallo? Iemand een knopje gezien? Toevallig jij, meneer de badmeester, hier. Ja, jij hebt vast een knopje gezien, hè? Ja, hij zit ook echt achter de badmeester. Hij zat achter de badmeester. Nou, we hebben een cooldron. Waar kan ik die op plaatsen? Light blue wool. Waarom een cooldron? Wat is dat nou weer voor iets randoms? Oké, nog 4 levels te gaan. Laten wij dan maar gewoon de treasure map. We gaan een geheime schatkamer. Oh, dit is wel heel cool. Geheime schatkamer, jongens. Waar is de geheime schatkamer? Hier beneden, ik wil er gelijk in gaan. De rest maakt me allemaal gereed uit de geheime schatkamer. Ongelooflijk, een schatkist. Maar die kist, jongen, die boeit niet. We hebben een knop nodig. Wij komen hier niet voor schatten en geld en goud en weet ik wat. Nee, wij komen hier voor knopjes. Simpele knopjes om op te klikken. Meer hoef ik niet te hebben. Maar ik ben bang dat de knop niet te vinden is hier in de schatkamer. Ik gok dat ik die knop gewoon heel simpel boven ergens ga vinden. Maar zij willen juist dat je hier beneden gaat kijken. Ze willen dat je denkt dat hij hier is. Daarom gaan we weer naar boven, jongens. Om die reden gaan we weer naar boven. Oké, nu begin ik toch te twijfelen. Hierboven is niet zoveel. Er is niet echt plek voor een button of zo. Want er is heel weinig verstopplek hierboven. Dus moet je nagaan dat hier... Nee, ik ga toch naar beneden. Het moet wel beneden zijn. Of het is hier beneden. Ah, hieronder. Nee, niet hieronder. Misschien ergens halverwege hier? Dat het in plaats van... Oh, op het plafond misschien. Oh, nee, ik dacht dat ik het zag. Wow, ik dacht even dat ik hem zag. Ik voelde mezelf even heel slim voor een seconde. Waar, oh, waar is dat knopje gebleven? Ja, hij zit wel goed verstopt deze. Ik denk dat ik tot nu toe de meeste moeite met dit level heb. Andere had ik wel behoorlijk snel gevonden, maar deze... Nu ik het zo zie allemaal... Waarschijnlijk is het ook een sandstone button. Ik weet niet of dat kan. Volgens mij kan dat niet eens. Waar zit het verstopt? Oh mijn god, hier. Hij is ook gewoon nog donker. Hoe heb ik dat niet eerder? Waarschijnlijk ben ik er al meerdere keren langs gelopen. Hoppakee. Oké, dan kunnen we deze plaatsen op treasure map hier. Dan hoeven we er nog maar 3. Laten we nu volleybal doen. We gaan lekker volleyballen. Waarom niet? Lekker volleyballen. Oké, kijk hoe een hoge spring. Ik kan niet zo hoog springen hoor. Ik ben benieuwd wie er gaat winnen. Het lijkt erop alsof hij eerder de bal gaat aanraken. Of hij heeft net getikt en hij gaat hem blokken. Maar daar komen we niet voor. We komen niet tot de volleyballen. We komen hier om een stom simpel knopje te vinden. En hij zit hieronder. Gelijk gevonden. Nee, niet. Oh, dat had dat geweest. Dat had wel cool geweest. Hij zit hier. Nee, hij zit hier. Oh, daaronder. Daar zit hij niet. Oké. Heel veel nutteloze lege gaten hier. Zonder knopjes. Wat doen die gaten dan allemaal hier? Als er toch geen knopjes in zitten. Misschien hier over het net klimmen. Zo, hoppakee. Zit hij hier achter een banner misschien? Hij zit niet achter een banner. Oké, hieronder. Jongens, ik ben nou al een tijdje aan het ronddwalen hier. En het enige wat ik voor mijn gevoel kan vinden zijn die gaten hier. Je hebt dat gat hier waar helemaal niks te vinden is. Misschien op de vloer trouwens. Nee, hier is helemaal niks te vinden. Hier is volgens mij ook helemaal... Ik ga met mijn hoofd naar beneden, maar dat heeft geen zin. Niks te vinden. Oh mijn god, dat was het wel. Oh mijn god, ik zag dat al eerder, maar ik dacht dat het niet was. Maar ik klikte gewoon niet. Als ik gewoon denk dat het misschien iets is, moet ik gewoon standaard klikken. Dat ik het al eerder kunnen vinden. Dit was volleybal hier, hoppakee, die is ook gevonden. The reef en the beach hoeven alleen nog maar. Nou, laten we dan lekker naar het strand gaan. Ga lekker even een stranddagje, waarom niet? Laten we even lekker een strand... Oh god, dit is water hier. Oh nee, hier zit het sowieso. Oké, jongens, deze gaan we gewoon speedrunnen. Ondanks, ik denk niet dat hij hier in het water zit, want dat zou je best wel makkelijk zien met al dat glas. Ik denk dat ze willen dat je graag onder het water gaat kijken, maar dat hij daar volgens niet is. En dat hij gewoon op een simpel plekje zoals hier ergens zit verstopt. Er zijn genoeg simpele plekjes hieronder te zien. Oh, ik heb hem al, ik heb hem al. Hoppakee. Goed, dan gaan we naar het aller... Wacht, laten we eerst deze verplaatsen hier. Dan hoeven we nog maar... 1 level. En dat is The Reef. Ik ben heel benieuwd, want die kon ik net niet eens vinden, dat level. Waar is dat level? We hebben hier de beach. De oceaan. Hot Summer Day. Dan hebben we hier binnen de ice cream truck. Dan hierachter zit zeg maar geen level verstopt. Dit is hem niet. Dan hier heb je Roadtrip. Oh mijn god, hier beneden waarschijnlijk. Oh ja, daar hebben we hem, de reef. Natuurlijk is dat ook in het water. Kijk, de coral reef, daar hebben we hem jongens. Oh mijn god, er zit een grote schildpad. Dit is een grote schildpad, wat cool. Ik ga er gelijk op springen. Dit is echt heel cool. Oké, zit hij hier in dat rode ding toevallig? Zit jij toevallig hier, meneer de knop? Meneer, ik zie hem al. Ik zie hem letterlijk daar. Ik zit hier aan de rode aan het zoeken en ik draai me om. Het eerste wat ik zie is daar gewoon de knop. Oh mijn god, oké, maar hoe kom ik daar? Op deze manier en dan daarheen en dan hier. En dan kan ik er al gewoon op klikken, maar ik wil wel hoger op. Ik wil er echt voor staan als ik erop klik. 1, 2,
We hebben hem. We hebben hem, jongens. Laten we hem ook plaatsen. Als allerlaatste level... Wat zou het zijn? 9 of zo? Komt hij 1 en 2. Boom. Level 7 was het. Maar we hebben ze allemaal. We hebben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We hebben... Al... Kijk, er staat ook congratulations. Nou, dankjewel, Emma. Jongens, vond je het nou leuk dat ik naar knopjes aan het zoeken was? Eigenlijk het meest simpele concept wat je kan bedenken. Ik moet knopjes vinden. Heb ik het knopje gevonden? Goed gedaan. Vond je het nou zo'n leuke video? Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. Kijk dan lekker deze video. Dit is namelijk ook gewoon een beetje een random video. Die moet je gewoon ook gaan even een keertje kijken. Weet je? Ik bedoel, als je van knoppen kijken leuk vindt, vind je dit vast ook wel leuk. En dan nu spreek je later glaasje water. Tot de volgende keer. Blablabla.